De Week van de Klas organiseert dinsdag 5 februari een grote informatiedag. Die ging door in de Hogeschool Gewest in Kortrijk. Op deze dag werden tal van workshops aangeboden en kwamen 3 experts spreken over hun visie op het onderwijs en de maatschappij. Maar hoe ziet de klas van de toekomst er eigenlijk uit? Dat is de grote vraag dit jaar. De klas van de toekomst zal vooral heel divers zijn en zal vooral stedelijk zijn. We merken dat er meer jongeren, meer mensen in de stad gaan wonen. We merken dat diversiteit in onze samenleving toeneemt. Dus dat zal vooral iets zijn dat heel erg opvalt, dat je in feite nu al een stuk kan zien. Ik denk dat de wereld veel meer in de klas komt, maar dat de klas ook veel meer in de wereld zal staan. Dus ik zie klassen in het park, ik zie klassen in bedrijfsgebouwen, eventueel zelfs een klas in een rusthuis, wie weet. Dus op die manier denk ik dat er eigenlijk veel meer verbinding zal zijn tussen klassen en wat er daar gebeurt, en het leren en de wereld. Voor mij is de klas van de toekomst een klas waarin we het helemaal anders doen. We gaan meten aan de hand van welbevindenheid en betrokkenheid en welke mate dat het goed loopt in de klas en we willen dat de resultaten op het einde van het schooljaar veel beter zijn dan voorheen. Ook technologie speelt onvermijdelijk een grote rol in de verandering, maar is volgens de gastsprekers niet de verandering zelf. Ik denk dat technologie niet de verandering zelf zal zijn, maar wel een hefboom is om eigenlijk heel gemakkelijk veel informatie, interessante contacten in de klas te halen en dus dat eigenlijk een hefboom is om dat open te breken. Nu, ik denk dat het grondplan, wat we noemen de grammatica van het onderwijs, waarbij dat een leerkracht samen met zijn of haar leerling op stap gaat om allebei samen iets bij te leren, dat grondplan gaat wel, denk ik, blijven. Maar voor de rest zal het stedelijker, diverser en af en toe veel technologischer zijn. Daarom is het volgens de experts belangrijk dat leerkrachten nieuwe technologieën op een goede manier leren gebruiken. En dat komt uitgebreid aan bod in de workshops. Ik vind dat dat een ontwikkeling is die je niet kan tegenhouden. En laat ons dan de voordelen omarmen. En de nadelen die er eventueel zijn, proberen rekening mee te houden. En we moeten ons niet laten overkomen, maar actief tegemoet gaan. De klassieke klas lijkt dus voorlopig nog niet te verdwijnen. Maar leerkrachten moeten wel rekening houden met de toekomstige veranderingen.